your eyes if you try, do you see it too? The best place where you can hide. Every night I try to find shelter just like you, until the morning light. Vorige week toen kwamen deze dames kwamen met een zo smal opgerold doek. Eigenlijk was het heel strak opgerold. Ik weet niet waarom het kwam. Ik zei net, misschien komt het van omdat hij in een vliegtuig is geweest of zo. Ja, klopt. Dat ja, nou, en de vraag of ik het op mijn spierarm kon spannen. En nou, dat heb ik gedaan. En we hebben een mooie lijst ermee gedaan. Dus het is een plaatje. Nou. Heel blij geworden. Ik ben schilder en ik heb hier ook een galerie en studio samen met mijn vrouw. En we zitten op de Voorstraat in Spijkenisse. Ik werk hier ook vaak, maak ik hier schilderijen. Op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag zijn we ook geopend. En dan komen mensen kijken hoe het met de schilderij is gegaan. Of ze kijken naar de dingen die we hier exposeren van andere kunstenaars. Op dit moment hebben we foto's. We hebben brons van twee kunstenaars en we hebben werk van de airbrush-kunstenaar Ronald Bagijn. Ja, en je hebt hier ook cursisten? Ik heb ook wel eens cursisten hier. In principe zijn er twee workshops per maand. En er is een workshop fotografie en die is meestal maandagavond. En er is een workshop schilderen, die geef ik zelf. En die is de ene maand op middag en de andere maand op avond. Ja, mensen vragen natuurlijk, hoe kom je aan inspiratie voor een schilderij? Het is best wel een groot schilderij dit. En dan moet ik zeggen dat heel veel schilderijen, die zijn ook eigenlijk soort souvenirs van als je ergens op vakantie bent. En neemt wat foto's en dan denk ik van, daar kan ik misschien wel een leuk schilderij van maken. En ik verzin daar allemaal dingen bij. Hè? Dit is deze foto die de basis is van het schilderij, heb ik genomen in Nice. Die galerij met die pilaren, die was er wel. Dat felle zonlicht was er ook en die schaduwen. Waarschijnlijk, ik weet niet meer helemaal zeker, maar waarschijnlijk heb ik de blauwe en de witte regen erbij verzonnen. Dat denk ik. Want ik zeker weet dat ik deze figuur erbij heb gezonnen, want ik wou dat je een schilderij kreeg waar je echt helemaal in kon kijken. Dus dat er iets in de verte te zien zou zijn. Een trompe lui heet dat op zijn Frans. Dus hier stond misschien wel een vuilnisbak, maar ik heb zelf zo'n betonnen Venus beeldje in de tuin. Dus dan denk ik van ja, oké, dan zetten we dat er zo eventjes in. Dus een groot souvenir van een vakantie in Nice, kan je eigenlijk zeggen. Er zit heel veel diepte in, hè? Er zit heel veel diepte in, ja. Alle lijnen gaan natuurlijk naar, het is bijna het midden dit, niet helemaal echt, maar al die lijnen gaan allemaal zo. Dus er is veel perspectiefwerking in. Veel lineair perspectief. Hoe kom je erbij om dit te schilderen? Nou, ik was bij een theatervoorstelling van mijn broer. En het was pauze. En toen zag ik dit licht, een beetje fel licht, want er was nogal wat licht in die ruimte. Het was zeg maar, waar je dan een kopje koffie drinkt of een glaasje wijn drinkt. En er zaten mensen op een krukje en toen heb ik van deze mevrouw, die ik verder helemaal niet kende, heb ik foto's genomen. Althans van dit tot aan de knieën, zeg maar. Want ik dacht meteen, ik vind het mooi zo'n onderwerp en er was veel mooi tegenlicht en Ik heb al eerder een schilderij gemaakt met voeten op een vloer met veel tegenlicht. Dus ik dacht meteen, dat is een leuk onderwerp in die serie. Ik ga er ook een serie van maken. Dit schilderij heet A Night at the Theater. En de andere heet A Night in the City. En ik ga nog meer schilderijen maken van A Night, want ik vind het een leuke serie. Dat je iets ziet. Het idee is, je hebt tegenlicht, je hebt benen of voetstukken van voeten. En je hebt schaduwen die een rol spelen.
Mensen vragen mij vaak van, ja, heb je eigenlijk een opleiding gekregen om te schilderen? Ik ben wel vanaf mijn, dat is niet zo, moet ik zeggen. Ik ben vanaf mijn jeugd er wel mee bezig geweest. Ik heb wel in diverse opleidingen die ik had, namelijk wel altijd, als dat kon, een specialisatie tekenen en schilderen. Ik heb in de jaren 90 heb ik een 3-jarige cursus in de stoep gevolgd. Een certificaatcursus was dat ook, daar heb ik heel erg veel aan gehad. En daarna heb ik ook nog allerlei cursussen gedaan met portrettekenen en wat er allemaal te model en wat er allemaal te doen is. Maar je kan wel zeggen dat ik in grote lijnen toch eigenlijk autodidact ben. We hebben in de galerie hebben we ook werk van andere kunstenaars. Op dit moment heb ik ook werk van Arie Suiker. Arie Suiker is een beeldhouwer uit Breda. Ik ken hem zelf ook vrij goed. En die maakt zulke beeldjes. Ik vind zijn beeldjes echt prachtig. Dit beeldje gaat erover dat we willen als mens opstijgen naar de hemel. Dat is het transcendente, zeg maar. Maar ons lichaam houdt ons vast. En dat trekt ons weer naar de grond. En over die tegenstelling gaat het. En daar zijn beelden heel erg vaak over. Prachtig uitgewerkt in brons. Dus ik ben heel blij dat we het werk van Arie Suiker hier kunnen laten zien.